Vandaag, op 2 oktober 2009, de 140ste geboortedag van Mahatma Gandhi, de internationale dag van geweldloosheid, beginnen we de Wereldmars voor vrede en geweldloosheid. De Wereldmars zal door meer dan 100 landen in 5 werelddelen trekken, iets dat nooit eerder in de geschiedenis is gebeurd. En het zal op 2 januari 2010 eindigen in het Park van Studie en Reflectie in Punta de Vacas, aan de voet van de berg Aconcagua, het dak van het Westen. We streven naar een wereld zonder kernwapens en zonder oorlogen. Vrienden, zoals jullie allemaal weten, begint vandaag ook in vele andere steden, stadjes en zelfs in kleine dorpen deze grote mars met een veelheid van acties. We zijn vast besloten te werken voor het verdwijnen van oorlogen en het uitbannen van geweld. De Wereldmars zal door meer dan 100 landen in 5 werelddelen trekken, iets dat nooit eerder in de geschiedenis is gebeurd. En het zal op 2 januari 2010 eindigen in het Park van Studie en Reflectie in Punta de Vacas, aan de voet van de berg Aconcagua, het dak van het Westen. We streven ernaar dat de mensheid voldoende middelen moeten hebben om een reusachtige stap te nemen om voor alle mensen voldoende voedsel, water, medische hulp, adequate behuizing en een menswaardige educatie te garanderen. Laten we een nieuwe richting geven aan militaire begrotingen door ze te gebruiken ten voordele van de burgersamenleving die het zo nodig heeft. Laten we tenslotte de rol van legers herplaatsen naar het geven van steun aan mensen in rampen, humanitaire hulp enzovoort. Afgelopen met gewapende krachten voor oorlog, laten we legers bouwen voor vrede. Wie zijn die landen die op internationaal niveau voor de wereld beslissen? Het zijn de landen die de grootste macht hebben om te vernietigen. Hun oplossing is grote oorlogen voor grote crisis. Aan de presidenten en premiers van de Verenigde Staten van Amerika, van de Russische Federatie, van de Volksrepubliek China, van de Republiek Frankrijk, van het Verenigd Koninkrijk, van de Republiek India, van de Islamitische Republiek Pakistan, van de Democratische Volksrepubliek van Korea en de staat Israël. Vandaag eisen we dat u in uw defensie en buitenlandse politiek de voorrang geeft aan nucleaire ontwapening op wereldniveau, onmiddellijke terugtrekking van invasietroepen uit de bezette gebieden, progressieve en proportionele reductie van conventionele wapens, ondertekening van niet-aanvalsverdragen tussen landen, voor regeringen afzien van het gebruik van oorlogen als middel om conflicten op te lossen. Er zijn duizenden intellectuelen, artiesten, academici en sportmensen die zich bij deze mars hebben aangesloten. Samen met presidenten, burgemeesters en spirituele leiders. Vrienden, laten we lopen en niet stoppen totdat we ons doel hebben volbracht. Een wereld zonder oorlogen en zonder geweld.